Welkom bij de Volvo Connect zelfstudies. In deze film gaan we jullie wat meer vertellen over de service driver times. We zien hier het inlogscherm en daarin zien we onze widgets. Een van de widgets die over driver times gaat is download status van de tachograaf. Klik je op deze widget, dan ga je direct naar de tacho download en je ziet uiteraard in dit geval dat er ook te laat is gedownload, wat inhoudt dat er dus actie moet worden ondernomen. Normaal gesproken gaat het allemaal automatisch, maar we zitten in onze demo float, vandaar dat we hier nu te laat zien. Je kunt hier ook naar jouw digital tools gaan en daar zien we onder andere hier de vierde tab driver times. Als we daarop klikken, dan komen we terecht in het menu van driver times. En dan zien we links een aantal zaken zoals planning, tijdsamenvatting, downloadstatus van de tachograaf, archief met tachograafgegevens, overtredingsanalyse en overtredingsmeldingen. Ik zal ze afzonderlijk met jullie bespreken. In dit geval staan we op planning en ik klik in dit geval even mijn chauffeurs hier aan, mijn rijtrainers, filters toepassen. En dan zien we dus de planning van vandaag. Dus deze chauffeur die is gestart om 9:25 uur. Die is op dit moment aan het rijden. Hij is op dit moment 23 minuten aan het rijden. Hij mag nog 3 uur en 14 minuten rijden en dan moet hij verplicht zijn pauze gaan houden, zijn kop koffie gaan drinken. Zijn richtlijn werktijd betekent dat hij nog vandaag tot zijn pauze mag hij nog 4 uur en 33 minuten werken. Hij mag vandaag nog 8 uur en 44 minuten rijden en dan moet hij echt stoppen voor vandaag. En wat betreft werken is dat 13 uur en 8 minuten. Dit is dus de dagelijkse planning die we hier zien. Je kan ook gaan naar de wekelijkse planning. Krijg je eigenlijk hetzelfde overzicht als zojuist. Alleen gaat het dan om de huidige kalenderweek en bijvoorbeeld de volgende kalenderweek. Dus deze week en volgende week mag je nog 84 uur en 27 minuten werken. Of rijden moet ik zeggen. En deze kalenderweek is dat nog 53 uur en 44 minuten. Je kan hier ook klikken op de drie puntjes en dan kun je naar weergeven op kaart gaan. Klik je daar dan op, dan word je doorgestuurd naar de kaart. Let er wel op, je hebt dan ook positioning nodig, onder andere om dit te kunnen zien. Een voorbeeld hiervan is dat je op de kaart direct ziet dat chauffeur nog 3 uur en 12 minuten heeft tot zijn kopje koffie. En vandaag mag hij nog totaal 8 uur en 42 minuten rijden en dan moet hij zijn dagelijkse rust gaan pakken. Als je daarop klikt, dan krijg je ook hier weer een tijdsamenvatting, dagelijks, wekelijks, samenvatting en een tijdlijn. Kun je even op klikken, even naar kijken wat je dan ziet. En hier zie je dus ook bijvoorbeeld de grafiekvorm. Daar kom ik zo eventjes op terug. Gaan we terug naar driver times en dan gaan we de tijdsamenvatting met jullie doornemen. De tijdsamenvatting laat zien wat er eigenlijk in het verleden is geweest. Ik klik weer op mijn rijtrainers, filter toepassen. Je kunt hier ook de sessie of een dag of week, 2 weken of maand aanvinken. In dit geval laat ik hem even op dag staan. We zien hier mijn collega. En dan zien we wat hij dus vandaag heeft gedaan. Nou, hij is vandaag 1 uur en 18 minuten aan het rijden. 11 minuten gewerkt. Hij heeft zoveel gerust. Een minuutje onbekend betekent meestal 's ochtends als de pas erin wordt gedaan, wordt er even onbekend gelogd. En hij heeft 1 uur en 29 minuten gewerkt. Je kunt hier op grafiek klikken en dan krijg je alle chauffeurs te zien. Bijvoorbeeld hoe laat ze vandaag begonnen zijn. En je kan ook hier op het plusje klikken en dan krijg je het alleen van deze chauffeur te zien. Je kan ook terug in de tijd gaan door hier links op de balk te klikken. En dan zie je dus netjes de tijd samenvatting van jouw chauffeurs. Ja, hoe lang hebben ze gereden, hoe lang hebben ze gepauzeerd, hoe laat hebben ze ingelogd. Eigenlijk al dat soort zaken kun je hier terugkijken. Dan gaan we naar het downloadstatus van de tachograaf. Een hele belangrijke functie. Belangrijk is dat de bedrijfskaart online is. Heb je de beheertab ingeschakeld, betekent
deze tab hieronder. Dan heb je de administratieve functie aan en dan zie je hier ook het tabblad instellingen beheren. Hier komen we in een ander filmpje om terug, maar daar moet je de bedrijfskaart online brengen. Vervolgens zie je hier eigenlijk al jouw chauffeurs, al jouw voertuigen. Dat kunnen we filteren bijvoorbeeld door te zeggen van ik wil in dit geval alleen mijn voertuigen zien. Filter toepassen. Nou, en dan zien we hier de voertuigen die gedownload zijn of die niet gedownload zijn. Nou, in dit geval zouden wij dus bij deze tracker is rood te laat gedownload, dus daar moeten we iets mee doen. Maar bijvoorbeeld hier alles wat groen is, is netjes vandaag of afgelopen week gedownload. 0 dagen sinds laatste download betekent dat hij vandaag is gedownload. Dus we hebben nog 89 dagen om moeten we weer een download maken, maar het systeem downloadt elke dag. Mits de bedrijfskaart online is, mits de truck op contact staat. Dat geldt exact hetzelfde voor de chauffeur die op dat voertuig rijdt. Wil je een download pushen, dan kun je bijvoorbeeld hier klikken op de 3 puntjes. Download details weergeven. Vervolgens zie je hier rechts de criteria, de vereisten. Het contact staat nu niet aan, dus daarom kan hij nu niet downloaden. Anders kan ik hier dit knopje verzoek om download aanklikken. En op dat moment gaat hij downloaden, mocht het systeem het al niet zelf doen. Want het systeem doet het in principe elke dag zelf automatisch. Rijdt er een bepaalde truck of chauffeur niet meer of tijdelijk niet meer, dan kun je op de 3 puntjes klikken en chauffeur of voertuig verbergen en dan gaat die uit jouw lijst. Wat ook direct inhoudt dat die niet meer voorkomt in jouw overzicht op jouw beginscherm. Dus heb je alleen maar je actieve chauffeurs en voertuigen, dan moet het dus netjes groen zijn. Dat is belangrijk om te weten. Alle gegevens die gedownload zijn, komen terecht in jouw archief met tachograafgegevens. Volvo bewaart deze 2 jaar. Wij adviseren om deze gegevens 1 keer per x-periode, dat kan zijn per maand, per kwartaal of maximaal 1 keer per jaar, aan te klikken. En vervolgens via deze knop te exporteren en op je computer te zetten. Bijvoorbeeld op 1 januari maak je een download van heel 2021. En vervolgens zet je in een mapje op je computer 2021 download. Komt de ILT langs, heb je dat netjes voor elkaar. Je kunt het ook bij ons vinden, maar je bent het verplicht om het ook zelf op je eigen computer te hebben. Dan de overtredingsanalyse en de overtredingsmeldingen. Als we kijken naar de analyse, daar zouden eventuele overtredingen voorkomen. Nou, die hebben wij in dit geval niet, maar anders komen hier uiteraard cijfers te staan. En dan zie je hier ook de voorschriften van de richtlijn van de werktijd. Wat is er dan precies misgegaan? Je kunt hier dan op een overtreding klikken en vervolgens kun je er ook een opmerking bij plaatsen waarom het is geweest en wat er mee gedaan is. Tot slot gaan we naar de overtredingsmeldingen. Ook op dit moment hebben wij geen meldingen, maar hier krijg je eigenlijk te zien een alert van hey, desbetreffende chauffeur die mag nog maar een kwartier rijden en dan moet hij zijn pauze gaan houden. Dus dan weet jij als planner bijvoorbeeld van ik kan de chauffeur niet meer plannen voor op korte termijn voor een volgende rit. Of je kan de chauffeur verwittigen van hey, weet je dat je bijna aan je tijd zit, let op. Nou, in deze overtredingsmeldingen kun je hier ook bij het belletje alerts kun je inschakelen. Klikt op het belletje, je gaat onder naar instellingen. Vervolgens klik je hier links op driver times. En dan kunnen we hier meldingen toestaan die samenhangen met driver times zetten we naar rechts. En vervolgens kun je waarschuwingen inschakelen of alarmen inschakelen. Waarschuwingen is dus bijna een overtreding, een alarm is een overtreding. Nou, als je dat inschakelt, dan krijg je dus letterlijk meldingen hier in jouw alert. Tot slot wil ik jullie nog laten zien dat je ook een chauffeursactiviteit rapport kan draaien. En dat doen we hier bij standaard rapporten en vervolgens zie je hier chauffeursactiviteit. Dan gaan we even een filter erop zetten, bijvoorbeeld van de huidige week. En vervolgens zien we hier onze chauffeur
En dan kun je dus hier zien zijn eerste activiteit, zijn laatste activiteit. Hoe lang heeft hij gereden? Hoe lang heeft hij gewerkt? Gerust. Dus eigenlijk al zijn tachograafgegevens kun je hier zien. En je kunt ook bij de filter kun je de parameters wijzigen van nou, wat wil je nou exact zien. Klik door naar rechts en je ziet precies van hey, hoe lang heeft hij gereden. Ik wil zien wat zijn eerste activiteit is geweest. Eerste activiteit, locatie kun je mee aanvinken. Al dat soort zaken zijn te halen in chauffeursactiviteit. Klik je hem omlaag, dan kun je dus ook hier de dagen zien dat hij heeft gereden in die selectie die jij hebt gemaakt van de huidige week. Plus, en dat is eigenlijk het mooiste van dit verhaal, stel ik zet hier aan de vorige week, filters toepassen. En dan klik ik op opties. Dan kan ik het ook exporteren naar een PDF of naar een Excel. En op die manier kun je dus eenvoudig je chauffeursactiviteiten inzien, bijhouden en op anticiperen. Dit was de informatie over driver times. We hebben gekeken naar de Dynafleet Service driver times in Volvo Connect. Bedankt voor het kijken en kijk uiteraard ook naar onze andere instructiefilmpjes.